Frimpong, frimpong, frimpong. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Meet the Pro en dit is een speciale EK-aflevering. Want we zijn namelijk afgereisd naar Engeland om het te gaan hebben over het EK in Duitsland. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met een Oranje Leeuw, een Liverpool-speler en hij is een Puma-atleet. En natuurlijk ook nog een oude bekende van het kanaal, namelijk Cody Gakpo. Hoog tijd om zijn kennis te gaan testen over het EK en Oranje, dus laten we hem er snel bij halen. My man, hoe gaat het, vriend? Goed, vriend. Met jou? Ja, goed, goed. Ja? Goed. Ziet er goed uit. Jij ook, jongen. Dankjewel, dankjewel. Twee halen, één betalen. Hey, mooi. Het EK komt eraan. Yes. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw kennis is rondom de tegenstanders, Oranje en gewoon het EK zelf. Dus laten we die gewoon gelijk gaan testen. Let's go, man. Ja? Let's go. De loting is geweest. Ja. En nu mag jij je eigen vragen gaan loten over het EK. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja? Dus ga maar graaien in de grabbelton. Grabbeltonnetje. Ja. Is er eentje warm? Deze heet, ja. Ah, oeh, hoe speciaal is een EK voor jou als speler? Het is moeilijk te omschrijven. En ik denk als speler zijnde, als ik voor mezelf spreek, vorige EK was ik ook erbij als voor het eerst. Iets waar je van droomt. Maar op het moment zelf, als je daar dan bent en aan het spelen bent en aan het trainen, voorbereiden, alles. Dan ben je niet echt bezig met wat het eigenlijk precies inhoudt. En ik denk dat je daar later, achteraf pas op terugblikt, zeg maar. Je kan niet genieten van het moment, zeg maar. Niet echt, zeg maar. Want je bent echt gefocust van wat je zegt. We hebben de pool, we moeten door. We willen iets neerzetten als land. Dus dan kan je daar niet echt mee bezig zijn. Dus ik denk dat achteraf pas dat we echt gaan genieten. Dus in het moment zelf geniet je niet van dat je denkt van wauw, ik doe gewoon mee aan een EK. Dan is het gewoon oké, okay, guys, on to the next. Precies. En daarna ga je weer genieten. Hopelijk met een prijs en dan kunnen we genieten. Hopelijk, hopelijk. Laten we manifesteren. Manifesteren? Hey, goed hè. Hopelijk is deze minder strak, man. Maar weet je, ik ga gewoon... Ga het gewoon aan mij ook een keer nemen? Ja, man. Nee, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Ja, 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 ja. Ik zit in de sportschool. Ja, daarom, daarom. Heb je al eens gedroomd in je slaap over het aankomende EK en zo, ja, wat dan? Ik mag niet liegen voor de camera, ik heb er nog niet over gedroomd, maar... Waarom niet? Ik heb wel gevisualiseerd al, snap je? Wat heb je gevisualiseerd? Dat we winnaar zijn, als land en gewoon iedereen samen, alles oranje. Dan is dit de beker, laat til hem even op hoe je hem gevisualiseert. Nee, maar Virgil eigenlijk toch? En dan, ja, maar ja, daarna dan mag je zo, dan... zo, snap je? Ja, 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 ik heb het ook aan Mas gevraagd, hij deed het wel wat anders dan jij, maar... Wat? Echt? Ja, 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 hij deed het anders, maar jij doet het beter. Hey. Jij brengt me mee in het gevoel. Ja, man, ja, man. Nee, maar... Oké, okay, volgende. Hoe zou je de sfeer in het Nederlands elftal omschrijven in aanloop naar het EK? Dat is een goede, man. Dat is een goede vraag. Is dat anders dan met oefenpotjes, et cetera? Ik denk dat we nu al bezig waren, zeg maar, de vorige periode. Mm-hmm. En natuurlijk die twee wedstrijden die ervoor worden gespeeld, die zijn al echt om... Klaar te stomen. Klaar te stomen. Op het veld, maar ook buiten het veld. Weet je, wat willen we als groep bereiken? Hoe willen we met elkaar omgaan? Hoe willen we elkaar behandelen? Dus dat is iets wat heel belangrijk is voor mijzelf. Wat ik persoonlijk belangrijk vind. Maar ik denk ook in een groepsverband dat de sfeer goed is. Maar wel scherp. Maar die sfeer is wel goed, hè? Die sfeer is goed. Jullie zijn gewoon echt allemaal, het lijkt wel één groot groep met vrienden die met elkaar gaan voetballen. Ja, zeker, man. Dat is goed. Dat is de basis. Dat is de basis, inderdaad. En daarin dan worden er gewoon aan bepaalde dingen gewerkt. Op het veld en buiten het veld. Hoe we dat gewoon zo goed mogelijk neer kunnen zetten. En het beste uit onszelf kunnen halen. Boter, kaas en eieren. Je kent het spel wel, toch? Zeker, zeker. Mooi. Eén van ons heeft dadelijk de ultra en de ander heeft de bal. Wat kies jij? Ultra. Jij kiest de ultra. Of course. Typisch. Oké, dadelijk krijgen wij een vraag naar ons hoofd. En degene die het antwoord gelijk weet, steekt het voorwerp omhoog. Jij de schoen of ik de bal. Ja. Als je het goede antwoord geeft, mag je in het vakje neerleggen. En dan kijken wie als eerste 3 punten op rij heeft. Let's go. Ja, let's go. Wesley Sneijder. En
was snel. Tactisch neerleggen, wacht even. Forever fast was hij. Gelijk daar. Oh, ga maar. Van Nederland. Op het EK. Shit man, dat weet ik eigenlijk niet. 2-0 verloren van Tsjechië. Haaland! Ronde 1 was voor jou, dank of naar ronde 2? Mm-hmm. Van Persie. Hey! Ah! Laurie. Hugo Laurie maar. Kom op. Ha! Hier zo dan, hè? Wie was eerder? Steen, Pier, Schaar. Steen, Pier, Schaar. Sang. Nee, maar je moet eerst zeggen, toch? Pak je rust, pak je rust. Oekraïne. 1-1. Sterk, sterk, sterk. Laatste 1-1. Ronde. Oké, okay, let's go. Let's go. Oh, oudste speler. Laat me even snel denken. Blind? Maar hoe lang mag hij denken? Ik zeg nog, laat me even denken, snap je? Ja, maar hij steekt gewoon al zijn hand op. Ah. Ik weet het niet. Gundogan. Frankie! Frank wie? Ja. Ja, ja, ja. Ah, Frankie de boer. Oké. Okay. Hop, oké. Okay. Frimpong, Wiever en Reinders. Frimpong, Frimpong, Frimpong. Die generaal, zeg maar de generaal. De generaal. Rinus Michels. Rinus, die noemen ze toch de generaal? Rinus, juist. Hupsakee. Eén keer. Op naar de volgende. Feestje. Dankjewel, dankjewel. Volgende. Die mag je zelf proberen hoor. Nee, maar dit doen ze ook altijd bij die dingen toch? Dat ze. Hey, zie je? Kijk. Maar de gele die zijn makkelijk volgens mij. De blauwe zijn moeilijk. De blauwe zijn voor de sterke mensen. Ja. Hoe gaat de eindstand in de groep eruit zien? Woe! Ja, hier ben ik benieuwd naar. Want ik heb er ook een mening over, maar die zal ik dadelijk geven. Ik geloof gewoon dat we op 1 kunnen eindigen. Dat geloof ik echt. Mm-hmm. Dus we winnen de eerste pot. De tweede pot is een hele lastige, gaat een hele lastige zijn. Frankrijk, top 10 natuurlijk. Ga je die winnen? Die kunnen we winnen, maar die moeten we niet verliezen. En dan die laatste winnen en dan staan we gewoon op nummer 1. Oké, dus jij zegt... Ik denk... Frankrijk wordt 2. Ja, of 1. Maar ik hoop en ik manifesteer dat we 1 worden, snap je? Ja, ja. Of het makkelijk gaat zijn, zeker niet. En in je manifestatie, wat is jouw bijdrage daaraan? Ik als aanvaller moet natuurlijk scoren, assist geven. Dus dat is hopelijk mijn bijdrage. Belangrijk zijn voor het team. Goed verdedigen ook, belangrijk natuurlijk. Maar ja, dat voornamelijk, man. Ik denk, eerste win je. Makkelijk. Tweede, denk ik. Kijk, ik hoop dat we winnen. Maar ik denk dat het heel lastig wordt om van vrouwen eens, te winnen. Eens. Ik denk dat echt... Gelijkspel, daar wil ik voor gaan in principe. Maar winnen wordt lastig. En de derde, ja, die gaan we winnen. Dus hoeveelste eindigen we dan? Tweede. Ga je door, in de finale tref je ze weer en dan win je. Ja, daar zou ik wel voor tekenen. Met penalties deze keer dan. Maar als het niet hoeft, dan liever niet, man. Stelling. Niet spelen, maar Europees kampioen.
Mm-hmm. Of wel spelen, maar de finale verliezen. Oh jongens, oh. Jongens. Wat is dit voor vraag, hé? Deze is. Maar wacht, niet spelen in de finale, of? Laten we hem zeggen, niet spelen in de finale, ja. Kies je voor het grotere plaatje of voor jezelf? Nee, dat is de grote vraag. Europees kampioen natuurlijk. Ah, uiteindelijk ben je wel betrokken bij de groep dan. Ja, daarom, zeker. Je wilt natuurlijk Europees kampioen zijn. Dus het is gewoon een makkelijke stelling. Ja. De laatste. Dan pak ik groen, man. Maar dan is aan jou de eer. Deze was makkelijk. Nee, maar... Kijk eens. Ja, toch. Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit? De finale. Ja. Ja, die had ik niet verwacht. Ik denk, je gaat over de poolfase praten, maar de finale. Manifesteren, toch? Ja. Nee, maar de poolfase Frankrijk. Want, hoe gek het ook klinkt, ik heb er nog niet tegen gespeeld, man. Geblesseerd geweest, ziek geweest. Niet bij Nederlands elftal gezeten daarvoor. Ik heb nog nooit tegen ze gespeeld. Ik geloof, als je erbij bent, dat je wel een bijdrage kan gaan leveren en dat je een verschil kan maken. Hey, ik loef je vertrouwen. Nee, maar ja, maar dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Oké, dankjewel. Poel wordt lastig, maar in de finale hebben we zoveel vertrouwen, dan pakken we ze. Daar teken ik voor. En dan zijn we gewoon Europees kampioen. Ik zou daar ook wel zeker voor tekenen. Ik denk over het algemeen dat we een hele goede groep hebben. Dat wanneer iedereen fit is, fit blijft en een goede vorm te pakken heeft, dat we echt, wat jij zegt, kunnen bewerkstelligen. Dus dat gaan we ook weer manifesteren, snap je? Oké, jij hebt de 3 vlaggetjes van de concurrent in je hand. Van de tegenstanders. Ik stel een vraag. En het vlaggetje moet omhoog van het land waar jij denkt dat die vraag over gaat. Oké. Ja? Van dit land is de all-time topscorer niet meer actief als voetballer. Nee, is fout, hè? Fout? Is fout, hè? Ja. De volgende. Dit land heeft de kleinste hoofdstad. Fout. Dan zou het deze zijn. Polen. Ja. Echt? Hé, hey, weet je, mijn topografie vroeger op school was goed, hè? Maar niet meer, man. Niet meer, je bent niet meer scherp. No, man, veel fout. De hoofdstad van dit land ligt het verste van Anfield Road. Dat moet ook Polen zijn, toch? Je eerste goeie. Netjes. Dit land heeft de meeste rotondes ter wereld. Ah, wee. Dit land heeft de meeste provincies. Wee. C'est la vie. Tasje, wat betekent dat? Give away. Pak ze er maar uit. Ze kunnen een prachtig paar ultra's winnen. Gesigneerd door Cody himself. Wat moeten ze doen? Ze moeten de video liken. Ze moeten abonneren op het kanaal en ze moeten reageren. Maar wat moeten ze reageren? Ze moeten 2 dingen reageren. Hoe, op welke manier zij Nederland supporten. En een hele gekke uitslag op het toernooi. Oké. Veel eisend, maar reageer die 2 dingen en dan kun jij deze winnen. Zeker. Tot dan.